Jongens en meisjes, vaders en moeders, geef ze een oorverdovend applaus, want hier zijn ze, Ernst en Bobby! Hallo! Ernst, Bobby en de rest, zing eens mee! Ernst, Bobby en de rest, dat kan toch harder! Ernst, Bobby en de rest, heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Bleh! Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest! Oh, kijk dan naar! Ernst, Bobby en de rest, dat kan toch harder! Ernst, Bobby en de rest, met z'n allen! Ernst, Bobby en de rest. Nog een keer. Ernst, Bobby en de rest. Zullen we nog een liedje doen, jongens en meisjes? Ja. Kennen jullie, wie zijn hier de baas? Ja, die kennen we. Ja, nog eens ken jij die, maar of zij hem kennen. Oh. Wie zijn hier de baas? Nou, wie zijn het? Zijn Ernst en Bobby. Zijn Ernst en Bobby. Oh, wie vindt dat idee te dwaas? Dat is dan jammer. Vandaag zijn wij de baas. We rule. Vandaag is heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, vandaag is niet gewoon. Nee, want onze stemmen die klinken door de brikkie brikkie mobilofoon. We sturen de brandweer naar een uitslaande brand. Want vandaag hebben we alles in eigen hand. Zing maar mee! Wie zijn hier de baas? En ook achterin zijn Ernst en Bobby. Oh, en wie vindt er dat idee te dwaas? Dat is dan jammer, vandaag zijn wij de baas. Je hoeft vandaag niet naar school. Wel, nee. Je hoeft vandaag niet vroeg naar bed. Ga maar lekker laat. Je hoeft vandaag niet naar je oma. Je hoeft vandaag niet in het net. Je ziet er keurig uit, hè? Want vandaag wordt er geen bank meer beroofd. En we zorgen dat alle brandjes zijn gedoofd. En zing maar mee. En wie zijn hier de baas? En ook de papa's en mama's. Ja, zinger! Kom! Oh, en wie vindt er dat idee verdwaas? Dat is dan jammer, vandaag zijn wij de baas. Bobby, kom eens hier. Luister nou eens goed. Hoe vaak gaan wij het nog zeggen? We zeggen het nog één keer. Eén keer, jongens en meisjes. Vandaag zijn wij de baas. Dus vergeet het nou niet meer. Zeg, je moet het niet vergeten. Nee, je moet het onthouden in je hoofd. Die zit hier. En wie zijn hier de baas? Even lekker hard. Oh, en wie vindt er dat idee te dwaas? Dat is dan jammer. Vandaag zijn wij de baas. Nog een keer. Wie zijn hier de baas? En schreef het maar uit. En wie vindt er dat idee te dwaas? Dat is dan jammer, vandaag zijn wij de baas. Ik zeg hallo jongens en meisjes! Hallo! Ik schrik me dood, man. Wat ben jij? Hallo, Ernst! Vind het zo leuk om jou te zien? Wat zeg je? Vind het zo leuk om jou te zien? Ja, ik vind het ook heel leuk om jou te zien. Ga even rustig hier staan. Ik geef je de opening van de show doen. En weet je, ga ik eerst even hallo tegen die jongens zeggen, ja? Oké. Okay. Ik zeg jongens, hallo! Hallo! Ik schrik daarvan, hè? Wat doe je nou? Jij zegt, ik ga even hallo tegen die jongens zeggen. Ja. Ik ben toch ook een jongen? Ja, je bent ook een jongen. Fijn. Ga je nou hier staan zo? Ga ik nou de meisjes verwelkomen, ja? Ik zeg meisjes, hallo! Hallo! Ik schrik. Wat doe je nou, man? Meisjes. Ja, dat komt namelijk zo. Ik ben vroeger een meisje geweest. Geloven jullie dat, jongens en meisjes? Ja. Geloven wij helemaal niks van. Toen heette ik Kelly. Kelly van de rest. Ernst, Kelly en de rest. Het is nou klaar, Bob. Je gaat hier staan. We zijn een voorstelling aan het doen. Ik ga de opening van de show en ik wil jou niet meer horen, ja? Oké. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de Ernst en Bobby Show. We gaan naar deze... Wat is er? Wat is er? Dames en heren, welkom bij de Ernst en Bobby Show. Wat is er? Wat is er aan de hand? Daar!
Bobby. Zou je nou eens... Weet je wat, Ernst? Ik doe de opening wel. Jongens, ik doe de opening wel. Jongens en meisjes, hallo! Vaders en moeders, hallo! Zullen we nog een liedje doen? Klap eens mee jongens met z'n allen. Even lekker hard klappen. En dan doen we het liedje Sport je fit. Welk liedje? Sport je fit. Ik ken het niet. Jawel, van Sport je fit. Ik ken hem niet. Sport je lekker fit. Sport je lekker fit. Zodat er veel meer fit in zit. Sport je lekker fit. Ik doe mee. Ik ken hem Kom niet. Kom maar zingen. Ik ken hem zingen. Niet. Sport. Sport. Ja. Zing dan mee. Lekker fit. Zodat er veel meer pit in Hallo. Zit. Ik ken hem Hallo. Niet. Sport je fit is ons liedje. Bobby. Heel makkelijk. Zeg jongens en meisjes, kunnen jullie helpen om even Ernst en Bobby te roepen? Ik tel tot drie, hè. 1, 2, 3. Zodat er veel meer pit in zit. Zodat er maar veel jongens, meer dat kan toch pit in veel zit. Harder. Ja. Nog een sport. Keer. En dan moet je zo eens aan de gitaar. 1, 2, 3. Lekker. Wat is er? Aanzang, Bobby. Oh, sorry hoor dat ik jullie eventjes onderbreek. Maar ik heb iets heel belangrijks te vragen. Wat dan? Wat? Zoals jullie weten, hè, woon ik op een heel mooi kasteel. Ja, prachtig kasteel heeft hij. Ja. En nu sinds een paar dagen ben ik in het bezit van een hele dure schat. Een erfstuk. Allemaal robijnen, juwelen, goud en diamanten. En nu ben ik bang dat ze die schat zullen stelen. Oké. Willen jullie voor mij die schat bewaken? Tuurlijk. Zeker weten. Nou, logisch. Maar één ding, hè. Dan moeten jullie wel bij mij op het kasteel komen wonen. Zodat er dag en nacht iemand in de buurt van die schat is. Willen jullie dat? Tuurlijk willen Zeker we dat. Weten we dat. Nou, dat is fantastisch. Pak nou snel je ballen in en kom dan naar mij toe. Hè. Nou, tot straks jongens. Dag. Zoals Beaver, plaats hier toch steeds die deuren. Hey Ernst, wat zei die nou? Pak nou snel je billen in, maar nee, die zijn nee, toch nee, al nee, ingepakt. Je billen, je bullen. Bullen. Bullen is ouderwets voor spullen. Hey, maar Bobby, veel belangrijker nog dan dat. We gaan een schat bewaken. En verhuizen naar een heel groot kasteel, man. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Maar wat doen we met onze spulletjes? Die wil ik wel meenemen. Ernst, dat doe je altijd met verhuizen. Je spulletjes meenemen. We gaan inpakken en wegwezen. Kom op, Ernst. We hebben iets van verhuisdozen. Ja, natuurlijk. Hier, waar deze dan? Is voor jou. Hey. Bobby. Deze is voor mij, hartstikke idee. En deze is voor de rest. Wel jammer, ja, we zijn er net en dan gaan we weer weg. Maar dat maakt niet uit. Ik wil echt alles meenemen. Zeker weten. Hé hey, jongens, willen jullie ons helpen tellen? Tellen hoeveel kussentjes we hebben. Tel even mee. 1, 2, 10 kussentjes. Even onthouden, hè. 10 kussentjes. Ernst, 10 kussentjes. 10 kussentjes. Ja. Moet de kast ook mee? Alles moet mee. T-shirt, tafel gaat mee, jongens. Ja, oh. Dat gaat zit helemaal goed. Los, man. Dat gaat niet helemaal goed. Nou, hey, jongens. Wie van jullie is er wel eens verhuisd? Steek je vinger eens op. Is dat leuk? Ja? Oh, leuk. Hey, het is Bobby, leuk, werk nou, een beetje door. Hey, moet de accordeon ook mee? We hebben helemaal geen akkoordje. Ja, deze. Daar in dat kleine café aan de haven. Schiet op. Is leuk, Ernst. Schiet op, man. Ernst, moet je kijken. Wat is het? Daar! Hallo. Zou je willen ophouden? Vind je verbetering? Iedere verandering bij jou is een verbetering. He, zo, deze Klaar. Is vol. Dingetje erin. Mooi. Deze is vol. Oh, jongens. Moet de goudvis ook mee? Ja, natuurlijk ja, moet hij mee. Ja. We gaan verhuizen. Tegen wie heb je het, Bobby? Tegen de goudvis. Leuk. Vindt hij leuk hoor. La. Wat doe jij er weer, man? Ik zeg, moet de goudvis ook mee? Ja, zeg ja, allemaal. Ja, hallo. Ja, je hebt de goudvis in de doos gegooid. Ja, maar er zitten allemaal kussentjes in. Hij stoot zijn kopje echt. Daar gaat het niet om. Hij gaat dood als hij in dat ding. Hij beweegt nog. Haal hem eruit. Oh,
Rustig, rustig, rustig! Pas op voor je hoofd! Oeh. Water! Nou, ik zou eerder zeggen een aspirintje voor de hoofdpijn. Hè? Water! Hij heeft geen dorst. Het gaat niet om dorst. Heeft iemand water bij zich zonder bubbeltjes? Spa blauw of Ernst. Iets? Wat Ernst. Is er? In de vaas. Wat in de vaas? Hier, bloemetje. Oh ja. Schiet op. Of zal ik een keer cola erin doen? Schiet op! Oh. Nou, misschien lust hij wel cola, man. Wat doe je nou raar, man? Dit is wel onze goudvis, ja. Ja, maar hij is niet van echt goud. Nee, hij is niet van echt goud. Jongens, meisjes, moeten de bloemen ook mee? Ik heb vroeger heb ik in een bloemenwinkel gewerkt. Weet je precies hoe dat gaat? Bloemen inpakken. 1, 2, 3. Zo. Hè? Heb jij niet zo lang gewerkt, zeker? Nee, mijn contract werd niet verlengd. Ik weet ook niet wat het was. Nou, ik wel. Nou, jongens en meisjes, de kist gaat mee. Hé, wacht eens even. Die kist gaat mee. De vaas gaat mee. Weet je wat wij doen, jongens en meisjes? We doen de vaas in de kist. En dat past precies... niet. Lachen met jullie. Ik pak wel even een grote doos. Wacht maar. Okay. Jongens en meisjes, we zijn bijna klaar met alles in dozen doen. En als wij straks alles in dozen hebben gedaan... Hé, hey, Ernst, vangen! Oh. Nou, past die wel. Knap gedaan. Nou, je deed het helemaal zelf. Alle eer aan jou, Ernst. Bobby, is die vaas in 10 stukken? Ah, die lijmen we wel als we op het kasteel zijn, Ernst. Dat is de vaas van mijn oma. Ah, die lijmen we ook wel. Geen probleem. Bobby, kom op, man. We moeten echt alles meenemen. We hebben nog een hoop te doen. Moet alles mee? Alles moet mee. Jongens en meisjes, t-shirtjes moeten mee. Ik moet die t-shirtjes even opvouwen. Wie van jullie kan mij helpen met het opvouwen van t-shirtjes? Nou, weet je wat? Ik doe het wel even zelf. Ik vouw zelf die t-shirtjes op. Ik zou je vertellen waarom. Dan vouw ik ze even op. En als ik klaar ben met opvouwen van de t-shirtjes... dan bellen we het verhuisbedrijf. En dan gaan we verhuizen. Bobby, bel jij anders even het verhuisbedrijf. Hé, nog beter. Bobby, bel eventjes het verhuisbedrijf. Ernst. Het is er. Bel jij maar. Bel jij maar. Waarom moet ik bellen? Nou, jij hebt een mooiere stem. Is wel waar, ja, is wel waar. Oké, nou, ik bel wel even, is geen probleem. Hey. Bobby, ik hoor helemaal geen kiestoon. Kiestoon. Ik bedoel... Oh ja, nu hoor ik het. Bobby, heb jij voor mij het nummer van het verhuisbedrijf? Ja, dat is 0555. Ja. Toet. Oké, en dan? 1616. Oké. Okay. Wacht even, Bobby, ik heb een technisch probleem met mijn toestel. Geef nog één keer even het nummer van het verhuisbedrijf. 0555. Ja. Toet. En dan? Wat zei ik? 1818. Nee, dat is het verkeerde nummer. Daarnet zei je 1616. Ja, want ze hebben twee nummers. Een verkeerd nummer, 1818, en een goed nummer, 1616. Doe maar. 1616. Toet. Hallo, met wie spreek ik? Oh, met Bobby. Met wie? Oh nee, met Robby. Robby? Met Robby van verhuisbedrijf Robby. Ah. En verhuizen is mijn hobby. Dat is mooi. Van de zaal tot in de lobby. Dat is fijn. U spreekt met Ernst. Hallo, meneer Ernst. Hallo. Zeg, wij hebben hier een paar dozen staan en die willen we graag verhuizen. Ja, naar het kasteel, hè. Leuk. Wacht even. Hoe weet u dat wij naar het kasteel gaan? Dat heb ik nog helemaal niet verteld. Nou? Oh, dat stond in de bladen. We waren bij de kapper en toen zat ik die bladen te lezen. En er stond dus in dat Ernst en Bobby gingen verhuizen naar het kasteel. Ja, dat was een roddeltje hoor. En weet je wat er ook in stond? Zo'n kolommetje. Snap het niet. Dat Ernst altijd van die winden laat. Vond ik zo leuk om te lezen. Hè? En er stond dus dat Ernst enorm harde winden kan laten. En er was een wedstrijdje tussen de stoomboot van Sinterklaas en Ernst. En Ernst schijnt dus gewonnen te hebben. Want die kan echt zo... Pap! Het lijkt wel een soort misthoorn, ja. En er stond er dan zo in. Het was hartstikke leuk om te lezen. En toen dacht ik nog... En even aan de lijn. En toen dacht... Hier komen. Wat is hier aan de hand? Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Doe eerst maar het slechte nieuws. Ik heb het snoertje van de telefoon kapot geknipt. Dat meen je niet. En wat is het goede nieuws? Dat we nu een draadloze telefoon hebben, kunnen we overal in het huis bellen. Bobby, kan je mij even uitleggen? Hoe kunnen wij bellen... zonder snoer. Heel goed. Weet je wat? Vraag even aan een vriendelijke papa of mama uit Hoorn... of je eventjes met een mobieltje mag bellen. Ze hebben allemaal wel een mobieltje bij zich. Vraag even of je een mobieltje mag lenen. Eén belletje.
Een beetje cool modelletje, Kijk, daar zit iemand al klaar. Wat een mooi ding, zeg. Is hij nieuw of niet? Camera? Oh, mooi. Was er geen camera? Oh, nee, maakt niet uit. Eén telefoontje krijgt hij zo terug, goed? Oké. Bobby, ik heb hier de nieuwe telefoon van deze mevrouw. Hartstikke mooi. Weet je wat, dan bel ik even mijn neef. Ja, wat? Mijn neef. Hoezo? Nou, die heeft een bus. Oh, en dan kunnen we die dozen mee vervoeren. Ja, dat is een goed idee. Ik hoop alleen dat hij niet slaapt. Dat hij niet slaapt, het is 2:30 in de middag. Ik bedoel... Hij woont in Australië. Oh. De kosten voor dit telefoongesprek bedragen €18,50 per seconde. Zo, per seconde? Dat kan je niet maken, 18,50. Niet bijna. Doe dat ding uit! Uit! Hoe gaat hij uit? Hoe gaat hij uit? Bobby, doe dat ding uit! Bobby, uit! Bobby, uit! Ja. Wat? Ja. Uit. Wat heb je nou gedaan? Dat is de nieuwe telefoon van die... Sorry. Geen probleem. Nou. En nou, Bobby, en nou? Wie heeft er nog meer? Een telefoontje Nee. Hier komen. Dat kan je toch niet maken? Dat is... Haal hem eruit. Dan krijg ik hele natte handen. Haal dat ding eruit. Oké. Wat is de vis? Klepjes eraf. Bobby, even serieus. Nu even echt. Doet hij het nog? Voor dit telefoon bedragen €50 per... Prima. Beetje droog maken. Doe mee je zak. Even droog maken. Gauw terug. Niks zeggen, hè? Tuurlijk. Altijd alles eerlijk zeggen. Zeg, hartelijk dank voor het lenen. En wat ziet u haar leuk vandaag, Bobby? Ja? Waarom gaat er bij ons altijd alles fout? Nou ja, fout. Het gaat niet helemaal goed. Het gaat fout. Jongens, gaat er bij jullie thuis wel eens wat fout? Dat geeft niks. Dat hoort. Loop ik rustig op de stoep, in alleen mijn onderbroek. Ik was zo aan het denken, vergat mijn kleren aan te doen. Wat ben ik toch een supergrote oen. Maar ach, het kan de beste overkomen. Iedereen maakt dat wel een keertje mee. Dat het eventjes verkeerd loopt, maar daar zit je dan niet mee. Want dan zing je fout. Ik denk niet na, ik zit hartstikke fout. Fout. Helemaal hartstikke fout. En nou jullie! Fout. Dat kan harder. Ik denk niet na, ik zit hartstikke fout. Fout. Helemaal hartstikke fout. Hey Bobby, ja. Wij gaan een schat bewaken! En verhuizen naar een heel mooi kasteel, hè? Misschien krijgen we wel een hele mooie kamer. Met uitzicht op het bos. Zou wel even leuk zijn. Ben je na een lange reis met de trein in Parijs? Wil je met je moeder naar buiten gaan? Heb je er thuis laten staan? Oh. Maar ach, het kan de beste overkomen. Iedereen maakt dat wel een keertje mee. Dat het eventjes verkeerd loopt, maar daar zit je dan niet mee. Want dan zing je fout. Ik denk niet na, ik zit hartstikke fout. Fout. Helemaal hartstikke fout. En nou jullie! Fout. Met z'n allen, ik denk niet na, ik zit hartstikke fout. Fout. Hey Bobby, ja. Die jongens en meisjes die hebben goed gezongen. Nee, ze hebben allemaal fout gezongen. Ze zongen hartstikke goed, man. Nee, ze zongen fout. Ja, fout. Ze zongen fout, maar dat was goed. En dat gaan we nog een keer doen, met z'n allen. Fout. Ik denk niet na, ik zit hartstikke fout. Fout. Helemaal hartstikke fout. En nou jullie! Fout. Ik denk niet na, ik zit hartstikke fout. Hé hey Ernst, ik zit te denken. Ja. Die neef van mij, hè, die heeft dus wel een bus. Ja. Maar die is maar zo groot. Dat ben je niet. Ja, dat is geen verhuisbus, maar een beschuitbus. En daar passen die dozen nooit in. En al had hij een bus, hij woont een echte bus, hij woont in Australië. We hebben hier waar we nu zijn een auto nodig. We kunnen toch moeilijk op de fiets die dozen gaan vervoeren? Bobby, wat moeten we doen? Weet je wat? Jongens, willen jullie ons helpen? Ja! Oké. Wie zijn vader of moeder heeft er een auto die wij even mogen lenen? Steek je vinger eens op. Dat kan.
Daar kan je... Hallo, hallo. Daar kan je toch niet vragen aan die jongens en meisjes? Nou, moet dan wie zijn vader of moeder heeft een auto die wij even mogen lenen? Wat moet ik dan vragen? Dan vraag je wie zijn vader of moeder heeft een auto die wij even kunnen lenen. Vingers, wie zijn vader of moeder heeft een auto die wij even kunnen lenen. Hey, trouwens nog iets, Bobby. Heb jij wel een rijbewijs? Nee, niet meer, Ernst. Jij nog? Ik ook niet meer. Nou, dat maakt niet uit. Veel vingers eigenlijk. Ja. We kunnen wel wat kritischer zijn. Ja, jongens, dit zijn te veel vingers. Doe je vingers eens naar beneden. Ik ga een andere vraag stellen. Doe je vingers naar beneden. Ja, ik ga deze vraag stellen. Wie zijn moeder... Moeder? ...heeft er een Porsche 911? Cabriolet. Turbo. Zwart. Met crème leren bekleden. Nou, vingers. Vingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoor hem! Dat gaat goed hier. Zo, dat gaat wel. Daar gaan we ook wonen. Ja, denk het wel. Nee, maar wacht even. Het is wel een mooie auto, 911 Cabrio. Maar als je gaat verhuizen, heb je er niks aan. Want hij is veel te klein. Daar wel, past nee, niks. Natuurlijk, je doet het dakje open. Dan kan je ontzettend hoog stapelen. Ja, hij is wel heel hoog. Dat wel. Ja, nee. Maar we hebben, als je gaat verhuizen, heb je een verhuiswagen nodig. Heeft iemand, misschien iemand van de papa's en mama's een verhuiswagen? Wacht eens, Ernst. Ik heb nog een radiografisch bestuurbaar verhuiskarretje. Zal ik die even pakken? Ja. Blijf even zitten. Wacht even, Ernst. Die heb ik nog. Een wat? Een radiografisch bestuurbaar verhuiskarretje. Hier, moet je kijken. Wat is dit nou weer? Die is vroeger van Brum geweest. Nee, man. Dit is vroeger Brum geweest. Maar dat gaaf ding. Zit er ook een afstandsbediening bij? Ja. Moet je kijken. Hey. Oh, wat een mooi ding. Hey Bobby, gaat die hard? Hij gaat keihard. Neem maar mee, dit serieus? Jazeker. Ik heb een idee. We gaan zo dadelijk wel die dozen erop doen. Maar zullen we eerst even kijken hoe hard die kan? Zullen we eerst even lekker gaan racen met dat wagentje? Ik dacht het ook. Maar die gaat eerst... Ja, als je erop doet... Oké, gaan we doen. Ja, maar wacht even. Ik wil niet dat zij schrikken, Bobby. Als je hebt het knopje drukt, dan wil ik weet niet... Weet je wat, dan tellen we af. Dan zien ze het aankomen. Doen we 3, 2, 1. Njow. Dat is een goed idee. Ja, oké. Gaan we aftellen. Oké, tellen jullie mee? 3. Zo! Woehoe. Ik zie het niet eens meer. Stipje aan de horizon. Wat is er? Er staat er nog één. Een replica. Is het dezelfde? Ik snap het al, ik weet het. Hij heeft een rondje gerezen. Heeft hij zo ringweg heeft hij gepakt en zo over de trein terug en dan zo hop en van die kant en toen stond hij... Nee? Bleef hij staan? Hij bleef staan. Dan denk ik dat jij een verkeerd knopje hebt ingedrukt. We gaan het nog een keer doen, jongens, we gaan het nog een keer doen. En dan gaan we een ander knopje en dan gaat hij rijden, let op. Aftellen, 3. Nee, sorry, ook de verkeerde. Deze dan, 3, 2, 1. Hé, nou laat je de wind. Hè? Moet je kijken. Paap, paap. Nee. Dat is dat ding. Hè? Dat is dat ding. Jij drukt die knopjes in en dan komen die geluiden. Maar je moet een ander knopje. Weet je wat? Als jij nou even gaat uitvogelen welk knopje je moet hebben om dat karretje te laten rijden, ga ik even praten met de jongens en meisjes. Want jongens en meisjes, wij gaan verhuizen. Ja, dus niet dat knopje. Je moet een ander knopje hebben. Oké, we gaan verhuizen. Heel klein beetje moe word ik. Hallo, Bobby. Niet op dat knopje. Je moet een ander knopje hebben. We gaan verhuizen. Sorry, jongens. Bobby, hallo. Jij blijft met je vingers van dat knopje af. Oké. Fijn. We gaan verhuizen. Wat zeg ik nou? Nee, het was niet mijn vinger, het was mijn duim. Ik deed zo. Ben je nou klaar? Ja. Fijn. We gaan verhuizen. En boe. Boe. Wil je niet verhuizen? Ik ben geen koe, hè? Ben je geen koe, dan ben je een... Een schaap. Ook niet? Oh, dan ben je een... Hondje. Het is leuk, hoor, dat hij allemaal geluiden komt. Ja. Vinden we allemaal hartstikke leuk. Maar het zou ook leuk zijn, Bobby, als hier eens wat gaat bewegen, Bobby. Dan beweegt hij helemaal niks door dat apparaat van jou. Ernst? Bobby. Wist jij dat ik met mijn apparaat van alles kan laten bewegen? Wist jij dat ik alle jongens en meisjes kan bewegen met dit apparaat? Waar heb je het over? Nou, lees eens wat hier staat. Staan. Als ik op dit knopje druk, gaan alle jongens en meisjes staan. Dat is niet zo. Dat is wel zo. Dat kan niet. Dat kan wel. Dat werkt niet zo.
Ernst, kijk eens wat hier staat. Zitten. Dus staan. En zitten. En dit is zwaaien, kijk. Oh, leuk. Andere kant. Klaar nou. En nou klaar weer staan. Nou. Nee, het is nou heel belangrijk dat we met z'n allen gaan zitten. Waarom gaat er niemand zitten? We hebben ze ook met bordje leeg eten en op tijd naar bed gaan. 10 euro in ons winkeltje. Bobby, het is leuk hoor dat je hun kan laten bewegen. Maar het zou ook leuk zijn als dat karretje gaat bewegen. Hij heeft nog geen centimeter bewogen. Waarom doet hij het niet? Oh, hij staat er niet aan. Wat staat niet aan? Het karretje staat niet aan. Deze wel, maar die niet. Dom. Bobby, denk nou toch eens na wat je doet. Ja. Hoe ging dat ook alweer? Ja, denk daar maar eens over na. Jongens en meisjes, jullie denken toch ook wel eens na? Tuurlijk. Denk na wat je doet, oh denk toch na wat je doet. Alles in de goede bak en keurig in een afvalzak. Denk na wat je doet, oh denk toch na wat je doet. Gooi niks zomaar op de grond en hou de kauwgom in je mond en niet onder je stoel. Gooi je batterijen niet zomaar in de sloot. Want van al die rommel gaan de vissen dood. En groente, fruit en tuin, die moeten echt in deze. En het staat er ook op, hè? GFT. Kun je het lezen? Denk na wat je doet, oh denk toch na wat je doet. Alles in de goede bak en keurig in een afvalzak. Denk na wat je doet, oh denk toch na wat je doet. Gooi niks zomaar op de grond en hou de kauwgom in je. Lege potten verf, gooi ze niet op straat. En zorg dat je in het bos geen rommel achterlaat. Lever flessen in en ook het oud papier. Hé jongens, en de flessen mooi op kleur, maar het papier moet hier. Denk na wat je doet, oh denk toch na wat je doet. Bobby, kan je met het apparaat niet de jongens en meisjes harder laten meezingen? Ja hoor, jongens, ik zet jullie harder, kom maar. Denk na wat je doet, oh denk toch na wat je doet. Mooi. Gooi niks zomaar op de grond en hou de kauwgom in je. Laat de kraan niet aanstaan. Doe de lampen uit als je er niet bent. Zet je kachel nooit op 30 graden. Dan ben je snel een natuurtalent. Woe. Gooi troep niet zo op straat. Ook al ben je dat gewend. Gooi lege blikjes in de afvalbak. Dan krijg jij een compliment. Denk na wat je doet. Oh, denk toch na wat je doet. Hey Ernst. Wat is er? Weet je wat ik doe? Ik zet ze kei en keihard. Jongens, ik zet jullie op 10. Kom maar. Denk. Hoi. Gooi niks zomaar op de grond. En hou de kauwgom in je. Ik zet jullie ietsje zachter, oké? Okay? Anders komen jullie dadelijk thuis. Mam! Ja. Ik zet jullie op 2. Op 1. Op 1. Met stip op 1. Schiet op, man. Ik hou niet van herrie, dat is het ook. Ja, oké. Okay. Nou, zet jij dat karretje aan? Ja. Hé. Jongens en meisjes, Bobby gaat het karretje aanzetten. En als straks het karretje aanstaat, dan nemen we... Ja! Oh, Ed, wacht even. Gebeurt? Wacht even. Stoppen. Oh. Wat is dat? Ja, sorry. Wat was dat? De uitlaat zat er niet op. Uitlaat, ik ben me echt doodgezocht. Gaat het een beetje met u? Het is een bouwpakket, ja, hè? Ik vind het een waardeloze voorstelling. Sorry. U ook? Als moet u gewoon uw geld terugvragen. Oh, nou goed. Ernst, Bobby, kom. Een kindervoorstelling moet toch lieflijk zijn? Ja, dat komt nog. Dat komt nog? Ja, kom. Eerst met de doos erop. Jongens zeg. Best, dit is een ding zwaar, Ernst. Wat zit erin? Ja, alles. Oh, even wachten. Even pauze. Nee, we moeten nog 4 doosjes. Het is hartstikke warm, man. En dan zijn we klaar. Oh. Wat? Ik? Wat is er? Ik? Wat is er? Hè? Nee, wacht eens even. Stond dat karretje toch eerst daar, of niet? Nee. Bewoog het karretje? Nee, wij bewegen de hele tijd. Oh. Jongens en meisjes, ga maar even zitten, ga maar zitten. Nee. Het karretje bewoog niet. Echt niet. Heus niet. Echt niet. Oeh. Hallo, Ernst. Die kist lijkt wel 10 keer zo zwaar.
Ja, dat klopt. Er zat eerst één vaas in. En nu zitten er 10 stukken van die vaas in. Oh, en dan morgen 10 kussens. Wat is er met je rug? Ja, schiet erin. Wat dan? Ja, het schiet erin. Moet je zo. Gek gezicht, hè? Andere kant. Oh ja, wow. Wat is er, jongens en meisjes? Wat is er? Nee, ho. Help, jongens, even stil. Nee, wij moeten echt even praten. Luister. Dat karretje stond er net daar. Dat heb ik zelf gezien. Nou, die staat er nog steeds. Er is niks aan de hand. Jullie moeten niet roepen als er niks is. Want daar hebben we niks aan. Zo, Ernst, klaar. He. Nee, ik moet mijn doosje. Jongens, ik ben kapot. Jongen, ik ben kapot. We hebben 5 doosjes met z'n tweeën. Dat is 2,5 doosje de man. Lange dag geweest. Oh. Zo. Wat is er? Hè? Ah! Ernst, het karretje! Waar is die? Het karretje! Waar is die? De bluptelefoon. Ernst, de telefoon gaat. Heb u hem nog? Dank u wel. Ja. U moet hem ook uitzetten tijdens de voorstelling. Ik heb hem, Ernst. Ik snap dat soort mensen niet, hè. Hallo, hier is de hoop. Er zit allemaal water in. Hallo, Ernst en Bobby. Hier is de hoofdcommissaris. Hallo, hoofdcommissaris. Wat kunnen we voor u doen? Ernst en Bobby, er rijdt een verhuiskarretje door de stad met dozen met jullie namen erop. Ja. Weten jullie hier iets van? Ja, dat is ons karretje. Die is een beetje de weg kwijt. Weet je wat? We halen hem hier wel even naar de hal. Jongens, in welke plaats zitten we ook weer? Horen. Oh ja, horen. Horen. Oké, met de lange oren. Lange horen. Nou ja, twee o's bedoel ik. Ja, hij komt naar ons toe. En hoe lang duurt dat dan? Dat staat daar, estimated time of arrival, 3 minuutjes. Drie minuutjes, is dat goed? Als je maar opschiet. Oké. Dag Bernst en Robby. Dag hoofdcommissaris. Nou, hij doet het weer hartstikke goed, mevrouw. Leuk. Hey, Bobby, 3 minuutjes. Kunnen we misschien in de tussentijd even een cool liedje zingen? Ik heb het ook een beetje warm. Ja, jongens, kennen jullie het liedje Super Ernst en Super Bobby? Kennen jullie die? Bobby, daar hadden we van die netbondjas aan en een showballet. Oké, doe maar. Volgens mij. En mag ik een beetje rook? Een beetje koele rook? Oh, jongens, dit is gaaf. Leuk. Oh, en het showballet. Vind ik ook leuk. Ernst, waar is mijn jas? We gaan ons verkleden. Bobby, je netbondjas. Dankjewel. Yeah. Super Ernst en Super Bobby, we zijn zo vreselijk cool. Super Ernst en Super Bobby, cool zijn is ons doel. Super Ernst en Super Bobby, we zijn je redders in de nood. Super Ernst en Super Bobby, geen gevaar is ons te groot. Steelt ineens een boef een heel duur schilderij. Maakt iemand ruzie of pikt een koe uit de wei? Zit je tante vast met haar fiets in de sloot? Roep dan onze naam, we zijn de redders in de nood. Super Ernst en Super, zwaai eens mee. Super Ernst en zwaai je met je handen. Super Ernst en Super Bobby. En we komen eraan. En zing eens mee. Super Ernst en Super. Dat kan nog harder. Super Ernst en Super. Nog iets harder. Super Ernst en Super Bobby. En we komen eraan. Super Ernst en Super Bobby, we lopen vreselijk stoer. Super Ernst en Super Bobby, liggen lekker op de loer. Super Ernst en Super Bobby, we kunnen iedereen aan, respect. Super Ernst en Super Bobby, niemand kan ons verslaan. En dan opeens een hele grote jongen in je zak, geldt zomaar uit je tas. Maakt iemand ruzie of trekt keihard aan je jas. Rij je in de regen en gaan je banden lek. Zit je klem tussen de deur van de tram met je nek. Super Ernst en Super Zwaai eens mee. Bobby. Super Ernst en Super Zwaai je met je handen. Bobby. Super Ernst en Super Bobby. En we komen eraan. En zing eens mee. Super Ernst en Super Bobby. Ah, dat kan nog harder. Super Super Bobby. Super Ernst en Super Bobby. En we komen eraan. Roep die een Super Ernst. Roep die ander Super Bobby. Roep ons maar Ernst en Bobby. En we komen eraan. Yeah.
Leuk man. Hey meiden, wat fijn dat jullie er zijn. Leuk zijn ze. En een speciaal applaus voor ons Soepkip en Showballet. Komen jullie dadelijk nog even terug, meiden? Wat leuk. De boink. Mannen. Ja. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Ja, ons karretje is weg. Ja. En dat karretje, dat is tegen mijn circus tent aangereden. En nu zit er een enorme scheur in dat doek. Nou, mijn moeder zegt altijd, beter een scheur in je doek dan een Ja. Zo kan die wel weer. Jullie dozen, die zijn er van afgevallen. En nu ligt er allemaal troep op de grond. En mijn papegaai, mijn Hendrika, die is in paniek weggevlogen. En dat is jullie schuld. Sorry. Ik ga mijn papegaai zoeken. En jullie komen nu hier. Nee, dat kan niet. We zijn aan het verhuizen. Ja, we zijn nu! Nu! Ja, we komen eraan. Wat is er altijd stress? Hey, wacht even. Jongens en meisjes, wij moeten even naar het circus. Maar ik heb een idee. Zullen we op de fiets gaan? Dan zijn we veel sneller heen en weer. Oké, Ernst. We hebben onze fiets hier ook staan, Bobby. Ik pak je fiets. Kijk eens, die is voor jou. Oké, lichtje aan. Hartstikke mooi. Er is alleen één ding. Wij gaan fietsen, zijn we een paar minuutjes mee bezig. Maar ja, jullie kunnen niet mee. Nee, we hebben geen bagagedrager. Ja. Kun je niet zitten. Wil je misschien in de tussentijd, weet ik veel. Zullen we even televisie kijken? Oh, dat is een goed idee. Jongens, ik zet gewoon even een leuk tv-programma op. Wacht. Ja, is vast iets leuks. Deze. Leuk. Waar wil je erover praten? Ik vind het moeilijk. Waar wil je erover praten? Leuk. Moeilijk. Nee? Wat vind je dan? Ik vind het andere ik. Je hebt er wel over praten. Boe. Nee, niks aan. Ik vind het deze. Moeilijk. Eerst het besef kreeg dat de theeplantages in leuk. Nee. Belangrijk zijn. Boe. Boe. Van deze nee, niks aan. Houd jij ook van hobby's en deze. Heb je gevoel voor talent? All you need is love. Bel me en nee. Misschien bestormen boe. Samen wel boe. De dagen nee, van het niks leven. Aan. Hey, andere staan, zender. Hij doet het niet meer. Laat andere staan. Zender, kom. Ja. Twee ogen. Kent u iemand die aan leuk. Dit... Kent u iemand die aan dit... Peter Ernst de Vries? Nee. Kent u iemand die aan dit signement voldoet? Wel boe. Dan met nee. Het onderstaande nummer. Andere. Ja, bel. Dan. Ik vind het... Hey, die nee, ik wil sorry, nog sorry, mijn fout. Deze. Ja. Die andere programma's, dat was niks, jongens. Nou, dat is niet meer waar, Bobby. Niet met die paarse haren, dat vond ik een lekker ding, hoor. Vond dat een lekker ja, ding? Ja, vond ik een mooie vrouw. Ik vond het een beetje oude kop hebben, hoor, Ernst. Oude kop, je hebt zelf een oude kop. Kom op, Ernst, we gaan lekker fietsen. Zo, jongens en meisjes. Gaan we eens even lekker fietsen naar vind, ja, het circus. Hey, Ernst, ik wil even zeggen dat ik het hier zo mooi vind. Het is hartstikke mooi hier. Mooi landelijk. Jullie hebben allemaal jullie hebben een stad, maar ook heel veel boerderijtjes en platteland. Ja, platteland, koeien en boeren. Hey, Bobby. Ja. Nou heb jij het over boerderijtjes. Ja. Moet je kijken wie daar op dat werretje loopt. Ik weet het niet. Dat zie je toch, die boer? Ja, ik zie een boer lopen met een pet en een overal. Maar... Dat is boer Kwartel. Nee, joh. Is het niet boer Kwartel? Nee, misschien is het zijn broer, boer Kwartel. Ik zie echt, volgens mij nee, is het hem, hoor. Die woont toch in Den Haag, boer Kwartel? Dat maakt toch niet uit, hè? Ja. Maakt niet uit, dan niet. Hallo, zeggen wij geen gedag meer? Boer Kwartel, ik zei het toch? Het is een bel! Hey jongens, luister eens. Dadelijk komt er een bordje met de afslag naar het circus. Als jullie het bordje zien, dan moeten jullie even gillen. Laat eens horen hoe hard jullie kunnen gillen. Ja, heel goed. Dus jongens en meisjes, als jullie dat bordje zien, gillen. Meteen gillen. Nee. Dadelijk. Niet nu. Dadelijk. Als jullie het bordje zien, moet je gillen. Vindt het een onrustige zaal. Ja, komt het lekker weer, Ernst. Wat is er dan? Meen je dat nou? Ik ga wel even kijken. Kijk wel even. Je hebt namelijk heel veel van die bordjes. Hè? Je hebt een bordje naar het strand en je hebt een bordje naar de stad. Maar het gaat om het bordje Bobby. Circus. Joe! Bobby! Wat? Ho, wacht eens even. Was dat Ernst? Ben ik te ver gereden? Jongens, ik moet terug. Wacht eventjes. Ik ga meteen terug. Helpen jullie me mee? Oh, jongens. Als jullie nou het bordje zien, dan moet je meteen gillen, oké? Okay? Zien jullie het al? Oh, waar is dat ding nou? Zien jullie het al? Oh, ik ga ietsje harder. Zien jullie het al? Ja, circus. Circus. Poppy. Waar was je nou? Ik had het bordje een beetje gemist, Ernst. Je was een beetje weg. Ja, maar nou ben ik er weer. Hey. Moet je kijken. Nee, daar. Het circus. Oh, ja. Jongens en meisjes, hebben jullie zin om mee te gaan met Ernst en Bobby naar het circus? Ja, leuk, Ernst. Ik ben benieuwd wat voor voorstelling hier is. Nee, niet. We
gaan niet naar de voorstelling. We moeten die doos helpen opruimen. Hé joh, we zijn er al, maar... Hoe komen we nou naar binnen? We fietsen gewoon naar binnen. Ja, Bobby, we zijn er. Waar is dat? Rechtsaf. Linksaf. Rechtsaf. Ik snap niet waar het is. Soepkip, je gaat verkeerd. Ik snap het ook. Waar is Bobby nou weer? Hè? Bobby! Ik heb iemand aangereden. Huh? Ik heb deze meneer aangereden. Echt waar? Echt waar. Fietsongeluk. Bent u gewond? Ja? Sue hem. Hij is schat hemelrijk. €20.000 zit er zo in. Nee, gij, u bent niet geraakt, hè? Zeg, kijk, wij zijn op zoek... Hé, hey, hallo. Waar is het circus? Wij zijn op zoek naar het circus. Heeft u enig idee... Hoi. We rijden helemaal de verkeerde kant, dus zeg bedankt. Hoi. Hé. Ik reed helemaal de verkeerde kant. Pas op voor je tenen. Hallo. Pas op voor je tenen. Bobby. Oh. Ben je er al? Hoi! Ernst, waar ben je? Ja! Hier! Waar is het circus? Je rijdt ervoor langs, je rijdt ervoor langs. Oh, hier. Oké, Ernst. Hé, we zijn er. Hartstikke mooi, Ernst. Viel eigenlijk nog wel mee. Moet je kijken, die scheur. Hey, hallo! Hoho. Dat kan echt niet zo. Nee, die moeten we even maken, Ernst, in de pauze. Met naald en draad. Met naald en draad maken we hem weer dicht. Komt goed. Hé, daar is ook onze meiden weer. Leuk! Heb je iets gezien? Iets dat echt niet mag. Iemand wordt gepest op klaarlichte dag. Of iemand gooit zijn dozen zomaar op de grond. Zonder dat hij het opruimt. Nou, dat is echt niet gezond. Bobby, dat zijn onze spullen. Hè? Of iemand die ineens, zonder te betalen... in de supermarkt boodschappen gaat halen. En die stopt van alles zomaar in zijn jas. In plaats van in zijn boodschappendas. Dan zeg je... Hey, hallo. Zwaai eens mee. Nee, dat kan echt niet zo. Hey, hallo. Nee, nee, no. En nou jullie. Hey, hallo. Met je vingers. Nee, dat kan echt niet zo. Hey, hallo. En kruisen. Nee, nee, no. Heel Bobby, goed. Ja. Onze spulletjes zijn terug. Ja, maar waar is ons karretje? Ja, dat weet ik niet. En de doos met de vaas is weg. Maar die was toch al kapot. Dat maakt niet uit. Nou. Zie je het ineens? Normaal gebeurt dat nooit. Iemand die wordt van zijn fiets gegooid. Oh. Door hele grote jongens. Kunnen jullie wel? Jullie zijn een kinderachtig stel. Boah. Zijn ze zo groot? Grote jongens zijn zo groot. Of merk je op een dag, iemand doet gemeen. Knijpt in je arm of staat bovenop je teen. Oh. Ga dan maar stoer zo recht voor hem staan. Roep in zijn oor en kijk hem daarbij aan en zeg... Hey, hallo. Zwaai maar mee. Nee, dat kan echt. Zo, hey, hallo, nee, nee, no. En nou jullie, hey, hallo, met je vingers. Nee, dat kan echt niet zo. Hey, hallo, en kruisen, nee, nee, no. Hey, hey, klap maar mee. Hey, hey, klap maar mee, jongens, klappen. Hey, hey, klap maar mee. Hey, hey, klap maar mee. Zo. Hey, hallo. Nee, nee, no. En nou jullie. Hey, hallo. Dat kan harder. Nee, dat kan echt niet zo. Hey, hallo. Nee, nee, no. En een applaus voor ons super Soepkippen Showballet. Ze zijn echt goed. Ik wou dat ik ze goed kon dansen. Nou, hè, Ernst. Hey, meiden, tot later. Tot later. Hey. Oh, de boink. Wanne, ja. Ik heb een vrachtauto geregeld voor die dozen. Ernst, kom jij hem even halen? Oh, daar, ja. Maar waar is toch mijn Hendrika? Ik weet het niet, jongens. Hebben jullie de papegaai hier zien vliegen? Nee, hè? Bobby, ik heb die papegaai ook niet zien vliegen, maar ik zie die vrachtauto hier staan. Die staat in een heel nauw steegje. Ik heb geen rijbewijs meer, ik moet achteruit. Ik lood je wel naar binnen, Ernst. Geen probleem. Goed kijken. Ik help je. Ja, eerst starten. Oké, in zijn achteruit. Ja, kom maar. Kom maar. Gaat goed hoor. Prima, Ernst. Hartstikke mooi. Niks meer aan doen. Ja hoor. Perfect. Perfect. Oeh. Ho. Bobby. Ja? Wat heb je nou gedaan, man? Wat heb jij nou gedaan? Jij bent over die papegaai heen gereden. Papegaaitje, leef je nog? Nee, geintje, het was een paaltje.
Het was geen paaltje hoor. Wat dan? Het waren twee paaltjes! Ik ben over twee paaltjes. Je moet ook kijken! Beetje naar links. Ja, en blijven kijken. Ja. Tjonge, jonge, jonge zeg. Start er maar. Iets achteruit. Ja, beetje naar links. Beetje naar links. Beetje naar rechts. Ja, ho, 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 ho. Nou, hartstikke mooi, Jens. Was dat nou zo moeilijk? Hé. Hé, wat denken jullie jongens en meisjes? Is die vrachtauto groot genoeg voor die dozen? Ja, denk het ook wel. Hij gaat ook nog 25 meter die kant op. Hé, er hangt ook een ding aan met knopjes. Zien jullie dat? Houden ze een mp3-speler, Ernst? Een? Mp3-speler, denk ik. Zal ik eens op drukken? Nee, er gebeurt helemaal niks. Nee. Oh! Oh, zo! Vind je het leuk? Wie verplaatst hier toch steeds die deuren? Zo, de... Ik ga wel even hier staan. Oepsiekee. Hartstikke mooi, Jens. Nou, klep open. Die dingen gaan... Ik neem de bovenste doos. Doos. Neem jij die? Bobby! Ja? Klep dicht. Klep dicht? Ik zei niks. Hoe kan dat nou, jongens en meisjes? Moet je hem in blijven drukken? Hoe weten zij dat nou? Dat vind ik nou weer knap dat zij dat weten. Nou, misschien hebben ze thuis zelf een vrachtwagen, Ernst. Maakt niet uit. Ik blijf hem indrukken. Hé, Ernst. Ja. Weet je wat? Dan pak ik gewoon zelf al die dozen en die gooi ik dat gaat nooit. Je moet ze stapelen. Help dan even mee. Ik moet toch dat knopje in blijven drukken. Dat gaat niet. Een steekwagentje. Wat? Een steekwagentje. Oh, Ernst, daar ken ik een truc mee. Een truc? Ja, ik ken de vorkheftruc, maar deze is ook leuk. Dat is een steekwagentruc. Doe je zo. Dat gaat niet, je moet ze stapelen. Oh. Ja, help dan even mee. Dat kan toch niet? Weet je wat, Bobby? Moeders. Hé? Moeders kunnen altijd heel goed stapelen. Vraag even een leuke moeder of ze je wil helpen met stapelen. Een leuke... Wacht even, Ernst. Ik heb hier een heel bataljon leuke moeders zitten. Oké, de eerste eigenlijk al meteen. Met een grijs dingetje aan. Ja, prima. Het maakt lekker ook eigenlijk cool. Niet... Je mag gewoon... Deze met iets blauws en wat is het? Met bloemetjes. Het maakt niks uit. En deze met een rood kolletje. Het lekker is warm. Geen modeshow. Weet je wat? Wijs er gewoon een aan en zeg jij en dan komen ze. Eén. Doe nou. Weet je wat? We doen ine mine mutte. Doe maar even mee. Ine mine mutte. 10. Ine mine mutte. Baas. Prima, hartstikke goed. Kom maar. Maar de baas die Bobby, was nou niet thuis, want hij lag in het ziekenhuis. Oh goed, nemen we die. Prima, komen. Eat. Bobby, eat. We moeten nog verhuizen. Schiet nou op. Eerlijk weg. Fijn. Nemen we deze. Leuk, hoi. Die deed helemaal niet mee. Sonja, Ernst, dit is Sonja. Is Sonja gek op stapelen? Sonja is stapelgek, Ernst. Toch? Dat is wat anders. Hey Sonja, krijg een hand. Hallo, ik ben Ernst. Ja? Nou, kom even hier staan. Applaus voor Sonja. Hoe vind je het bij Ernst en Bobby? Is leuk, toch? Ik dacht het ook. Nou, zeg. Kom op, Son. We gaan meteen aan het werk. Het is heel makkelijk. Hou gewoon even de bovenste doos beet. Ga even zo staan. Er komt nog even een doos bij. Blijf even staan. Ja. Ik moet plassen. Wat zeg je, Sonja? Oh jee. Hè? Er komt ook nog een windje. Oh. Oh, laat maar waaien, Son. Daar heeft Ernst ook wel eens last van windjes. Oh, ik hou het niet meer. Ik wil nu een zoentje. Van mij of van Bobby? En nu wil ik zingen. Oh, jongens, Sonja wil zingen. Nou, Son. Helikopter, helikopter. Ik laat nu een wind. Nou, Sonja. Is wel een kindervoorstelling dit, hè? Jongen, zeg. Ik zit in de doos. Ik ben het, de papegaai. Ik wil eruit. Maak de doos open. Papagaai. Het is de papagaai! Breng hem snel naar de circusdirecteur! Ik wil nu een zoentje. Sonja, sorry, u dacht dat jij het was. Neem me niet kwalijk. Ik zag je mond al niet bewegen. Ik denk, hoe doe je dat? Hey Son, ben je wel eens verhuisd? Ja. Ja? Oh, leuk, want we hebben een vrouw nodig met een beetje ervaring. Want wij weten er nog niet zo heel veel van. Ja, hallo. Zeg, kunnen jullie een beetje doorwerken? We moeten verhuizen, schiet op. Jij duwt, ik trek en dan gaan we naar de vrachtwagen toe. En dan doen we het Chinese doorgeefsysteem. Dan gooi jij de doos naar Bobby en dan gooit Bobby hem in de vrachtwagen. Hartstikke makkelijk. Hartstikke idee, dat is nummer 1. Zo hé, heb je op een korfbal gezeten? Volleybal. Bitterbal. Gehaktbal. Oh, gehakt, nee, natuurtalent. Ja, ook, als je kan... Kijk eens, Ernst, moet je kijken wat... Sportschool. Ze hebben sportschool gezeten, denk ik, Ernst. Ja, precies. Nou, klep gaat dicht. Kom hier. Geef mij een hand. Dan gaan we een buiging maken en dan krijg jij een keihard applaus. Je hebt het heel goed gedaan.
Ga lekker zitten met zijn trap. Oh, er is geen trap. Nou, daarachter zijn de wc's als je nog moet. Nou. Wat heerlijk. Ernst. Mijn papagaai is weer terug. Ja, circusdirecteur. Met je rare bril. Met je rare bril. Ernst, zoiets zeg je niet tegen mij. Een circusdirecteur verdient respect. Ja, maar dat was ik niet, dat was die papagaai. Ja, die papagaai praat en u denkt... Ja. Ik wil er niks meer over horen. Ik start de vrachtwagen en over 20 minuten zijn we op het kasteel. Oh, wacht even. Ik heb een idee, jongens en meisjes. Ernst en Bobby gaan 20 minuutjes rijden naar het kasteel. Hebben jullie gewoon even pauze? En dan na de pauze zien we jullie terug op het kasteel. Vinden jullie dat een goed idee? Mannen, waar blijven jullie ja, nou? Ja, we komen eraan. Dag jongens en meisjes. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Toen, pom, pom, pom. Hé, hey! Zijn er allemaal weer, jongens en meisjes? Is de pauze al afgelopen? Nee, toch? Is de pauze al afgelopen? Meen je dat? Nou, dan gaat er iets niet helemaal goed. Want Bobby die is namelijk nog bij de vrachtauto met die dozen bezig. Zal ik hem even halen? Ik haal hem even. Jongens en meisjes, gaan we over 1 minuutje gaan we verder. En dan 1 minuutje. Bobby, we zijn al begonnen. Ernst, pak me dan, als je kan. Hoorde ik daar nou Bobby? Waar? Daar? En serieus? Oh, daar sta ik van te kijken. Daarnet was ik... Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit. Bobby, joe. Je kan me toch niet pakken. Pak me dan. Hij is hier niet, hoor. Ja, waar is die nou? Is die nou daar? Of is die nou daar? Hè? Ernst, joe! Dat is sterk, hè? Dat is sterk. Eerst is die er niet, dan is die daar. Nou, Bobby! Nou ja, zeg. Eerst is die er niet, dan is hij er. Zijn er 2 en nou is hij weer weg. Ik snap het niet. Hier dan, Bobby? Ook niet. Ik snap het niet. Ernst! Waar kom jij nou weer vandaan? Ernst, uit een soort geheime gang hieronder. Leuk, jongen. Dat kasteel heeft allemaal gangen en deuren en kamers. Je bent er. En daar gaat het om. Je bent er. Hé, maar jongens en meisjes, er moet hier ook ergens een schat zijn. Waar zou die schat zijn? Ja! Ernst! Is dit de schat, jongens en meisjes? Ja! Willen jullie weten wat erin zit? Ja. Ik ook. We zouden eigenlijk de sleutels moeten hebben van die schat. Ja, jongens, wie heeft daar sleutels bij zich? Ja, nee, ja? Je begrijpt het niet, Bobby. Wat? Er past natuurlijk maar 1 sleutel op die schatkist. Oh ja, wie heeft er maar 1 sleutel bij zich? Een fietssleutel of een huissleutel? Ik heb er helemaal geen bal van. Laat mij eens nadenken. Eens even kijken, hoe krijgen we die schatkist open? We zouden misschien met een breekijzer. Ernst! Figuurzaag. Ernst! Ik ben even aan het praten. Ik denk dat ik weet dat de schatkist... Dat de schatkist... open is. Is die open? Ernst, de schatkist is open. De schatkist is dicht. Oh, wacht. Knap gedaan. Oh. Knap gedaan. Nou was die open en heb jij hem op slot gedaan. Ernst, moet je kijken wat hier hangt. Tadadadada. De sleutels. De sleutels. Heerlijk. Heerlijk? Waar heb jij het nou weer over? Het zijn dropsleutels. Dat zijn geen dropsleutels, man. Dat zijn de echte sleutels. Oh. Dat zijn de sleutels van die schat. Okay. Ik heb een plan. Jij maakt met die echte sleutels de schatkist open. Wacht even. Ja. Dan gaan we met z'n allen kijken wat erin zit. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we die sleutels op een veilige plek opbergen. In mijn mond. Bobby, op een veilige plek. Weet je wat, Ernst? Ik bewaar ze op de meest veilige plek die je kunt voorstellen. Namelijk in de schatkist. Nou, dat... Oh. Knap gedaan. Knap gedaan, Bobby. Ja. Nou hadden we kunnen weten wat erin zit. En heb jij die sleutels in de schatkist gegooid? Ja, maar het waren maar dropsleutels. Het waren geen dropsleutels. Het waren echte sleutels. Maar ik hou wel van dropsleutels. Bobby, nou hebben we een probleem. En dan ga jij praten over snoepen. Ja, snoepen. Houden jullie ook zo van snoepen? Wie lust er heel graag chippies? Oké. Wie lust er heel graag dropsleutels?
ik ook. Oké, doe die vingers maar naar beneden. Weet je wat heel lekker smaakt als je 's morgens vroeg opstaat en je eet een boterham met drop? Met drop, met drop. Of een plakje chocola, een toffee of een schuimpje na. Heerlijk. Bobby, zo'n ontbijtje, dat lijkt jou zeker echt helemaal top. Zeker weten, Ernst. Snoep, snoep, snoep. We willen bakken vol met snoepjes eten. Snoep, snoep, snoep. Oké, jongens, zing dat eens mee met z'n allen. Snoep, snoep, snoep. Snoep zullen we nooit vergeten. Snoep, snoep, snoep. Ik vind dat lekker, man. En 's middags als je honger krijgt, zorg dan dat je bij me blijft. Want het eten wordt ontzettend goed. Je drinkt geen melk, maar echt siroop. Een zuurstok met heel veel stroop. Bobby, ik weet heus wel hoe dat moet. Ik ook, Ernst. Snoep, snoep, snoep. We willen bakken vol met snoepjes eten. Snoep, snoep, snoep. Oké, nou de jongens en de meisjes, extra hard. Snoep, snoep, snoep. Snoep zullen we nooit vergeten. Snoep, snoep, snoep. Ik vind het lekker, man. Oh. En 's avonds als we samen zijn, wordt het echt een snoepfestijn. Kijk maar wat er op de tafel komt. Suikerspin en plaktoffee, een snoepketting voor ons alle twee. Bobby, wij eten ons buikje echt helemaal rond. Zeker weten. Maar jongens, luister eens. Wat moet je doen als je heel veel gesnoept hebt? Je tanden? Poetsen, Bobby. Tanden poetsen is heel belangrijk, want als je je tanden poetst, dan krijg je geen gaatjes. Klopt, Ernst. Hebben jullie allemaal je tanden gepoetst? En dan kan je ook heel lekker zingen, wist je dat? Nou, dat kunnen ze zeker. Snoep, snoep, snoep. We willen bakken vol met snoepjes eten. Snoep, snoep, snoep. Oké, nou de jongens en de meisjes, extra hard. Snoep, snoep, snoep. Snoep zullen we nooit vergeten. Snoep, snoep, snoep. Ik vind het lekker, man. Oh, ik wil snoep. Applaus voor de meiden. Jullie zijn echt goed. Komen jullie dadelijk nog een keer terug of niet? Ja, toch? Oké. Okay. Hey, Bobby. Ja? Hoe krijgen we die schatkist nou open? Nou, ik zat er net te denken. Zullen we de reservesleutels vragen aan de kasteelheer? Dat vind ik een goed idee. Dat is nou echt een goed idee. Oké, okay, maar jongens en meisjes, dat gaan we doen. Maar wij moesten toch ook die schatkist bewaken, of niet? Ja, toch? Oh ja. Ja, ja, ja. Maar daar zit ik ergens mee. Die schatkist die staat hier midden in de kamer. Iedereen die hier binnenkomt, die ziet meteen dat ding staan daar. Bobby, ik vind dat we een beetje moeten verstoppen. Een beetje verstoppen. Weet je wat, Ernst? We verschuiven hem gewoon en dan zetten we hem hier. Nou. Ja, en dan zien ze hem nog steeds. Weet je wat, nee, Bobby, weet je wat we doen? We doen dit tapijtje eroverheen. En weet je wat, we maken er gewoon een tafeltje van. En dan is dit het tafelkleed, Ernst. Precies, Bobby. En het leuke is, Bobby, het leuke is dat alleen jij en ik weten dat dit de schat is en voor de rest helemaal niemand. Oh ja, 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 jullie, dat is waar ook. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. Maar dan spreken we wat af. Dan spreken we af dat dat een geheim is. Ja. Dus als iemand vraagt wat is dat, dan zeggen we gewoon een tafeltje. Is gewoon een tafeltje, jongens en meisjes. Aangenaam, Bobby. Oh. Welkom op mijn kasteel. Dank u wel. Ik zie dat het al hartstikke goed met jullie gaat. Ja, zeker weten. Ja, nee, dat is niet meer waar. We hebben een probleem, want Bobby heeft namelijk de sleutels van die schat. Heeft hij. Oh, die schat is van later zorg. Die kan nog wel even wachten. Weet je, jullie, wat we eerst gaan doen? Een housewarming. Een housewarming? Wat is een housewarming? Een feest. Een feestje, omdat jullie verhuisd zijn naar het kasteel. Nou, dan moeten uitnodigingen worden verstuurd en liedjes gezongen en muziek gemaakt. En pas als alles geregeld is, dan vertel ik jullie wat die schat is, waar de schat is en hoe die het beste bewaard kan worden. Okay. En weet je wat? Dan haal ik nu alvast de champagne. Leuk, Ernst. We krijgen een feest. Ja, ja, ja. We krijgen een feest. Maar hij zei ook dat we uitnodigingen moeten maken. Geen probleem. Ik heb een plan. Jij gaat even het dorp in. Daar koop je een pak papier en een pen. En dan ga ik daarna handmatig de uitnodigingen schrijven. Ernst, dat hoeft toch helemaal niet? We hebben toch een laptop? Het is toch veel makkelijker om dat op de computer te doen? Je tikt de uitnodigingen hierop, je print ze uit en je bent in één keer klaar. Kijk eens even, ga maar zitten op de tafel. De tafel? Tada! Tada, wat een mooi ding, hè, die laptop. Hoe gaat die ook alweer aan? Zo. Oh, ja. Hebben jullie er ook zo een? Ta-da-da-da-da. Hey Bobby, wat zal ik eens schrijven als uitnodiging? Tik maar. Ernst en Bobby zijn verhuisd. Ernst en Bobby. Bobby is met IE, hè? Ja.
Ernst en Bobby zijn verhuisd. En verhuisd is met een D. Nee, met een V. Verhuisd. Verhuisd. Ja. Naar Bobby doet het dan niet. Ernst en Bobby zijn verhuisd naar een mooi kasteel. Kom maar lekker feesten. Kom maar lekker feesten. Kom maar met heel veel. Leuk. Kom maar met heel veel. Hey Ernst, we moesten toch ook een liedje maken? Ja. Als we van de uitnodiging nou een liedje maken, hebben we twee. Ja, in Nee, want dat metrum, dat loopt niet. Doe eens. Ernst en Bobby zijn verhuisd. Naar een mooi kasteel. Kom maar lekker feesten. Kom maar met heel veel. Gaat eigenlijk hartstikke goed. Leuk, hè? Hey Ernst, dan doen we daarna het refrein zo van... zing van hey, hey. Hey, hey. Zing maar mee. Zing maar mee. Het is feest. Het is feest. Ja, hey, maar wacht nou eens even, Bobby. Dat feest, hè? Dat is toch voor ons allemaal hier? Ja. Ja, maar zij zingen helemaal niet mee. Nee, ze kennen het liedje nog niet. Even oefenen. Even dan gaan we het even oefenen. Oké, dan met z'n allen. Dan zingen wij het voor. En dan zingen jullie het met z'n allen mee. Komt-ie. Met z'n allen, let op. Zing van hey, hey. Zing maar mee. Het is feest. Die jongens en meisjes, dat gaat echt helemaal goed. Alleen die papa's en mama's daar, die zitten zo appelig te kijken. Zo'n interessante kindervoorstelling. Is ook feest voor jullie. Jullie moeten ook zingen. Weet je wat? We doen het even alleen met de papa's en mama's. Jongens en meisjes, stil. Papa's en mama's. Komt-ie. Zing van hey, hey. Zing maar mee. Het is feest. Zes min. Nou, Ernst. Ja, nee, maar ik bedoel, het lijkt nergens op. Weet je wat? We kunnen hier ook niks aan doen. We gaan het dadelijk nog even oefenen. Want op het feest moet echt helemaal goed gaan. Dan ben ik serieus. Oké, dadelijk nog een keer oefenen. En nou, Bobby, uitnodigingen uitprinten. Hartstikke. En uitprinten, dat weet ik. Dat is Shift F7. Shift F7, man, dat is word perfect. Dat is 20 jaar geleden. Meen je dat dan? Ctrl P is het nu. Enter. Wat een idee. Bobby, ik hoor de printer al ratelen. Ja. En als straks die uitnodigingen zijn uitgeprint, dan gaan ze op de post. De post! Als je jarig bent, krijg je post. En als je je diploma hebt, krijg je en post. En zing eens mee! En met een mooi rapport dan. Maar dat kan toch harder! En als je ziek bent, tuurlijk! Als je ziek bent, krijg je post. Ja, dan krijg je zo'n kaartje met beterschap. Lig je met 40 graden en ben je ziek? Heb je steeds een loopneus en een hele grote griep? Hartvol! Ben je hard gevallen en heb je bulten op je lijf? Heb je pijn in je keel of zijn al je spieren stijf? Denk dan eens, het is nog niet zo erg. Wel mee. Want dadelijk komt de postbode en die brengt een hele berg. Als je jarig bent, krijg je post. En zing eens mee. En als je je diploma hebt, krijg je post. Nou, dat kan toch harder? En met een mooi rapport, dan krijg je. Als je ziek bent, tuurlijk. Je kan ook net doen alsof je iets mankeert. Of dat je iets heel bijzonders hebt geleerd. Je zegt gewoon, ik word vandaag precies 283 jaar. En ik heb een rapport met allemaal tienen. Hoe krijg ik het voor elkaar? Soms moet je iets verzinnen, je bent toch heel erg slim. Dan krijg je bergenpost, want iedereen die trapt erin. Als je jarig bent, krijg je post. Zing eens mee. En als je je diploma hebt, krijg je post. En met een mooi rapport, dan ziek bent. En nou met je handen. We gaan bergen maken. Post, post. Bergen vol met iets meer. Post, post. Bergen vol met nog iets meer. Post, post. Bergen vol met heel veel post, post. Bergen vol. En als je jarig bent. En als je je diploma hebt. En met een mooi rapport dan. Die uitnodigingen die zijn uitgeprint. Ja. De adressen staan erop. Weet je wat wij nu gaan doen, Bobby? We gaan naar het postkantoor. Ja. Dan doen we ze op de bus. Dan kan de postbode ze rondbrengen en dan zijn wij klaar. Of
Of? Ik heb een goed idee. Als we ze nou meteen aan de postbode geven, dan kan de postbode ze meteen rondbrengen. Nee, dat kan niet. Postbodes komen nooit post ophalen. Postbodes komen alleen maar post brengen. Als je iets op de bus wil doen, het woord zegt het eigenlijk al, ga je naar de bus toe of het postkantoor, heb je zo. En nu is op de bus en dan gaat de postbode ze rondbrengen, maar postbodes komen nooit post ophalen. Jammer. Het is... Oh, de bel, we krijgen bezoek. Haha, leuk. Hé, hey, de postbode. Ja, rij maar even om, hier kun je nooit door. Hallo, hier is postbode Bob. Moet de post nog ergens naartoe? Nou ja, Ernst, moet de post nog ergens naartoe? Hier komen ze de post wel halen. Hallo postbode Bob, mijn naam is ook Bob. Bob van de rest, hoe heet u eigenlijk? Bob. Met uw achternaam? Oef. Oef, Ernst, Bob Oef heet hij, de postbode. Bobby. Ja? Ik vertrouw het niet helemaal. Wat dan? Een postbode die post komt ophalen, ik vind dat een raar verhaal. Eén ding, niks over die schat, ja. Mondje dicht. Ah, postbode Bob, we hebben hier de uitnodigingen voor ons feest. Ja, ik schat zo'n 80. Oh, schat! Ik zei schat! Sorry, ik mocht niks zeggen over de schat. Mondje dicht! Hé, heel goed gedaan. Kunt u eens even rondbrengen? Geen probleem. Daar zijn postbodes tenslotte voor. Kunt u nu weer gaan, tot ziens, dag! Maar ik ben eigenlijk geïnteresseerd in dat. Wat is dat? Een tafel! Een tafeltje! Een tafeltje? Ja. Dat is geen tafeltje. Is dat een tafeltje? Mag ik hem hebben? Nee, die schat die blijft... Ah, ik zei schat. Dat schattige tafeltje blijft hier is van ons. Ernst en Bobby, ik heb het niet over die tafel. Ik heb het over die vazen. Ik spaar namelijk vazen. Oh, die vazen. Nou ja, die vazen die zijn niet eens van ons. Die stonden hier al toen we kwamen. Ik denk dat ze van de vorige bewoners zijn. Nu mag ze allebei hebben. Nee. Eentje. Geef er eentje aan hem en eentje aan... Ik vind het wel aardig. Ja? Beetje Chinese kiets. Ik hou er wel van. Ja. Oké. Dank jullie wel. Dag, Ernst en... Bobby. Ja. Hey, postbode Bob. U gaat er nou vandoor met die uitnodiging, hè. Maar weet u... Dat ook een lied is. Oh ja! Weet je wat, jongens en meisjes? We moeten toch nog een keer oefenen voor die papa's en mama's. We gaan één keer met z'n allen heel hard zingen voor postbode Bob. Nog één keer, komt-ie. Zing van hey, zing maar mee. Het is feest. Ernst. Wat is er aan de hand? Achter je. Wat is er? Ik kan niet tegen zingende kinderen. Ik krijg daar ontzettende hoofdpijn van. Oh? Alleen zachtjes praten. Zachtjes praten. Ja, maar hoezo dan? Als zij zingen, dan kan ik mij niet meer bewegen. Dat doet zo'n ontzettende pijn. Oh, nou, sorry. We wisten het niet. Neem me niet kwalijk, jongens, ik ga er snel vandoor. Ik heb zo'n hoofdpijn. Oh, sorry. Okay. Dag. Dag, postbode. Neem maar aspirintje, hè. Ja, is hij weg? Jongens en meisjes, ik schrok me daarnet dus echt helemaal dood. Ik dacht dat hij de schat mee wilde nemen, maar gelukkig, jongens en meisjes. De schat die is er nog. De uitnodigingen zijn de deur uit. Ik zit me te bedenken dat eigenlijk dit de eerste keer is in dit avontuur dat het gewoon eens een keer goed gaat. Ook wel eens lekker, Ernst. Het is ook wel eens lekker. Heerlijk. Het is misschien een beetje saai, maar het is... Awesome, Bobby. Dan is nu het grote moment aangebroken dat ik jullie vertel waar de schat is en hoe jullie hem het beste kunnen bewaken. Waar zou die zijn, Ernst? Hou op. Nou, die schat, hè, die bestaat uit robijnen, juwelen, goud en diamanten. En die zit... Heerlijk. Hij zit heerlijk. Hou nou even je mond dicht. Die zit in twee oude vazen die ik bij jullie op de kamer heb gezet. Kunt u dat laatste nog één keer herhalen? Gezet. Dank u wel. Bobby! Nou, zorg ervoor dat je die vazen op een goede plek zet. Dat je hem veilig bewaakt. Pas op voor boeven, hè? Ja. Nou, dan kan er niks verkeerd gaan. Tot op het feestje. Toedeloe. Toedeloe. Bobby! Je hebt de helft van die schat aan een willekeurige postbode meegegeven. Soepkip dat je er bent. Je bent echt de allergrootste soepkip die ik ken. Soms vergeet ik te denken, noem een appel een banaan.
Hij heeft die vaart. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Niet uit. Hij zou ook kunnen fietsen. Ja. Met zijn jas verkeerd om aan. Ja. Hij kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. Zing maar mee, je bent een zoekkip. Met z'n allen. Dat kan toch harder? En wijs er maar bij. Nee, niet naar mij wijzen, naar hem wijzen. Wacht eens even, ze hebben gelijk. Wat dan? Jij bent ook een soepkip. Hoezo? Jij dacht ook dat dit een schat was. Keet de verkeerde dingen, doop kroketten in de sjen. Ja, nee, soepkip. Bots op tegen oude vrouwtjes of stap te vroeg uit de tram. Het zit met zijn mouwen in zijn eten. Ja, zo. Houdt zijn hand niet voor zijn. Hey, Bobby, zeg. Hoe moet ik dat nou weten? En valt over een hond. En zing maar mee. Je bent een soepkip. Met z'n allebei, hè? We zijn een soepkip. Ik niet hij. Twee handen, je bent een soepkip. Zit de halve zaal naar mij te wijzen. Je bent een soepkip. Halve zaal. Hey Ernst, zij hebben het tenminste door. Zij snappen dat wij allebei een soepkip zijn. Ik val uit alle bomen. Heb een sneetje of een schram. Laat mijn pannenkoeken vallen of ga zitten op mijn boterham. Oh. Er rijdt ze biet in alle sloten. Schiet in het verkeerde doel. Goal! Struipend over lege flessen, valt door het wippen van zijn stoel. En zing maar mee. Je bent een zoekkip. Met z'n allen. Je bent een zoekkip. Dat kan toch harder? Je bent een zoekkip. Nee, ik niet. Hij. Je bent een zoekkip. En jij, Ernst, voor het eerst in de geschiedenis zijn we allebei een soepkip. Ja, maar jij bent de echte, Als je dan een soepkip bent en je raakt daaraan gewend, bedenk dan goed, het is best fijn en iedereen kan wel eens een soepkip zijn. En een soepkip maakt het meeste geheim, echt waar. Je bent een soepkip. Soep, soepen de soep. Je bent een soepkip. Soep, soep, soepen de soep. Super de soep. Je bent een soepkip. Even allemaal naar Ernst. Je bent een soepkip. Allemaal naar Bobby. Je bent een soepkip. Allemaal naar je moeder. Je bent een soepkip. En naar je vader. Je bent een soepkip. En de laatste is voor Ernst. Je bent een soepkip. Applaus! Nee, daar hebben we geen tijd voor. Hebben we geen tijd. Dank jullie wel, meiden. Jullie waren hartstikke goed. Hey, Bobby, daar hebben we geen tijd voor. We moeten die vaas terughalen. Ik heb een plan. Luister. Jij belt die postbode op. Ja. Je legt uit dat er sprake is van een groot misverstand. Ja. En dat hij hem gewoon gaat teruggeven. Oké. Okay. Weet je wat, Ernst? Dan bel ik naar het postkantoor. Hoezo dat dan? Nou, daar werkt de postbode. Is dat zo? Ja. Oh. Ja, dat kan wel eigenlijk. Hallo, met het postkantoor. Hallo mevrouw, u spreekt met Bobby van de Rest. We zoeken postbode Bob... Oef. Vreemd, er werkt hier helemaal geen postbode Oef. Hij heeft een witte vaas bij zich. Er is hier bij ons geen postbode Oef bekend, hoor. Oh, Bobby. Ik zit me wat te bedenken. Postbode Bob Hoef. De heer Beoef. Boef. Nee, ik ben geen boef. Ik ben een soepkip. Nee, dat snap ik ook nog. Die postbode, dat is een boef. Lelijke boef. Jij hebt die vaas meegenomen, maar die vaas is van de kasteelheer. Ernst en Bobby. Ik heb spijt. Waarvan? Dat van die vaas. Dat had ik nooit mogen doen. Nee, daar kom je maar nu mee. Ik ging vroeger ook nooit naar van die leuke kindervoorstellingen. Ja, dan gaat het mis. Ja, moeilijke jeugd gehad, snap het. Ja. Ik heb spijt. Ja. En ik ga natuurlijk die vaas aan jullie teruggeven. Oké. Okay. Hij staat voor de poort. Nou, kunt u hem niet even binnenbrengen, want we zijn net aan het optreden met de soepkip. Ja, slag. Nee, ik durf dat kasteel niet meer in. De vaas staat voor de poort. Tot ziens. Tot ziens. Het is een leuk lachje. Hij heeft een leuk lachje. Zo zien we weer, jongens en meisjes. Niet alle postbodes zijn crimineel. Heel af en toe zit er eentje tussen die wel deugt. Hij gaat gewoon die vaas aan ons teruggeven. Kom op, Ernst. Ja, we gaan naar de poort. We gaan even naar de poort. Jongens, letten jullie even op deze vaas? Ja, als er wat is, dan gil je maar. Ja, kom op. Hé, Bobby. Ik kon hem ook al niet voorstellen. Ernst, ik hoor wat. Wat is er, jongens? Hè? Nee. Die postbode die staat voor de poort. Die gaat onze vaas teruggeven. Hier? Daar?
vaak van te kijken. Nou, we gaan wel even kijken. We kijken wel. Woehoe. Postbode Bob. Postbode Bob. Bobje. Oh, Ernst, kom weer. Terug. Wat is er? Wat is er nou, jongens? Wat is er? Ja. Wacht nou eens even. Wacht. Dus jullie willen zeggen dat als wij door die deur gaan, dat die postbode dan daar komt? Ja. Maar als we dan door die deur gaan, dat die postbode dan daar komt? Bobby, die postbode, die is gewoon helemaal niet te vertrouwen. Ik heb een veel beter idee. Jongens en meisjes, zullen Ernst en Bobby die postbode gaan vangen? Ik heb een idee. Luister, ik heb een idee. Ik ga straks door deze deur. Ja, maar dan komt die boef door die deur. Ja, precies. Maar bij die deur sta jij. Oh. En in je hand heb jij dat tapijt. Dit? En als die boef dan door die poort komt... Nee, dan gooi je de tapijtje zo over hem heen. Ja, touwtje erom. En dan hebben we hem gevangen. Vinden jullie het een goed idee? Ik vond het zelf eigenlijk ook wel een goed idee. Leuk, hè? Oké, jongens en meisjes, doodse stilte in de zaal. Wij gaan een boef vangen. Oké. Bobby. Ben je er klaar voor? Zeker weten, Ernst. Even aftellen. 3, 2, 1. Succes. Succes. Zien jullie al wat? Sst. Ik hoor voetstappen. Nou, ik ben overal. Ja! Bobby, ik ben het. Hè? Ik ben het. Ben jij de boef? In de logisch ben ik de boef niet. Oh. Wat is er, jongens en meisjes? Hè? Wat is er gebeurd? Waar is de vaas? Hier. Wat? Ja. Weg. Nou, we hebben helemaal geen vaas meer. Jongens. Zou de boef nog in het kasteel zijn? Hé, hey, wacht eens even. Ga zitten allemaal. Er is een manier, Bobby, om erachter te komen of die boef nog in het kasteel zit. Hoe dan? Bobby, waar kon die boef niet tegen? Tegen zingende kinderen. Wat ging die boef doen als wij gingen zingen? Ah. Dan ging hij heel hard schreeuwen. Dus Bobby, wat wij gaan doen is, we gaan met z'n allen nog één keer keihard zingen. En als we hem nog horen gillen, weten we precies waar die is. Oké, jongens, maar het kasteel is zo groot. Laten we dan eerst met z'n allen die kant op zingen. Dan kijken we of die daar zit. Dus je hoofd draaien en die kant allemaal op zingen. Ja, voor jullie, papa's en mama's ook. Ja, even omdraaien. Ja, is lastig, maar moet echt even. Die kant. U ook. Ja, goed. Komt-ie. Zing van hé, hé. Zing maar mee. Het is feest. Even luisteren. Pizza. Pizza? Ja, pizza. Dat is van de reclame van even luisteren, pizza. Dus even wachten, pizza. Oh ja, even wachten, pizza. Maar hebben jullie wat gehoord, jongens en meisjes? Nee. Oké, okay, andere kant. Jullie draaien die kant op zingen. Zing van hé, hé. Zing maar mee. Er is feest. Even wachten. Pizza! Ja, nee, nou, ik zei het verkeerd. Ik zei het verkeerd. Ik zei het verkeerd. Oh. Maar hebben jullie die boef gehoord? Nou, allemaal jas aan, iedereen naar huis. Het wordt nee, helemaal niks. Wacht helemaal eens. Niks. Misschien zit hij in de kelder. Waardeloze show. Allemaal met je hoofd naar beneden zingen. Doe het eens, hoofd naar beneden. Waardeloos. En zingen. Zing van hé, hey, hé. Hey. Zing maar mee. Hij zit in de kelder, Bobby. Zeker weten, jongens. Maar Bobby... Hoe krijgen we die boef nou ooit nog te pakken als hij in de kelder zit? Wacht eens. Hij moet nog een keer uit het luik naar de voordeur. Hoezo dan? Hij moet toch naar huis met zijn schat? Dat is wel zo, Bobby. Maar hij komt nooit als wij zoveel herrie maken, want daar kan hij niet tegen. Ik heb nog een plan. Als we nou net doen alsof we met z'n allen al naar huis toe zijn. Dat we heel stil zijn. Bobby, dan komt hij. Dan zien we hem. Dan gaan we dan heel hard schreeuwen. Dan schrikt hij. En dan vangen we hem. Vinden jullie dat een goed idee, jongens en meisjes? Oké. Dat gaan we doen. Maar dan is het heel belangrijk, jongens en meisjes, dat jullie echt dood en dood stil zijn. Totdat jullie hem zien en dan gaan we gillen. Is dat afgesproken? Oké. Hey, dat doen we nou zogenaamd of jullie naar huis gaan. Nou, dag allemaal! Tot de volgende keer!
was gezellig. Volgende keer bij ons. Kijk, Ernst, ze lopen allemaal weg. Zelfs de laatste loopt weg. Wat ben jij nu weer aan het doen? Het is een hele dikke papa die dan als laatste wegloopt. Oké. Zo. Zo. De hele zaal is leeg. Mens, wat is het leeg. We trekken wel lege zalen de laatste tijd, Bobby. Ja. Hé, hey, Bobby. Ja. Wij moeten ook nog zogenaamd weg. Oh ja, wij moeten ook weg. Ik weet wat. Bobby? Ja, Ernst. Even kijken of de lichten van mijn auto uit zijn. Het was oké. Zullen we gaan? Laten we gaan. Oh. Dag. En nou heel stil zijn. Ja, als jij ook niks even, zeggen. Als jij ik ben ook, stil. Ik ben niet stil. Ik jij zeg niks. Jij zegt de hele ik tijd. Ik zeg niks. Als jij nou even stil bent. Eén. Oh ja! Touwtje erom. Heb je hem? Jongens, ik heb de fase! Jongens, jullie hebben een boef gemaakt. Ja, goed hè? Ah, ik wist dat ik op jullie kon rekenen. En de schat zit er nog in. Er reden te weer om er een enorm feest van te maken. Dat gaan we doen. Ik, kasteelheer, fleurensjeuris, Valentijn, van Bergendal tot Beukendijk. Ben jullie eeuwig dankbaar. Graag gedaan hoor. Aars dan, Babby. Zingen jullie er nog een lekker liedje bij? Dan zingen we zing van hey hey met z'n allen. Oh, dat vind ik een leuke. Okay. Cheerio, hè? Hey, Bobby. Cheerio. Hey, Bobby, weet je wat nou zo leuk is? Nou hebben die papa's en mama's zo hard meegeoefend... Ja. Dat ik nu zeker weet dat die papa's en mama's... harder kunnen zingen dan de jongens en de meisjes. Nee, de jongens en meisjes kunnen harder dan de papa's en mama's. Nee, de papa's en mama's kunnen harder dan de jongens en meisjes. Zullen we een wedstrijdje doen? Oké, dat is wel leuk. Oké, dan doen we de papa's en mama's tegen de jongens en meisjes. Ga maar even zitten op je bankje. En dan beginnen we met de jongens en meisjes. Papa's en mama's komen later. De jongens en meisjes zijn er klaar voor. Oké, dan gaan we eerst heel diep inademen. En daarna adem je weer rustig uit. Oeh, lekker windje. En daarna adem je nog een keer in. En dan hou je vast. Hou je adem in. En dan ga ik tellen. Tot 100. Nee hoor, tot 3. 1, 2, 3. Zing van hey, hey. Zing maar mee. Het is feest. Goed. Dank jullie wel. Papa's en mama's. Nou lijkt mij persoonlijk een eitje om dit te gaan winnen. Papa's en mama's, daar komt ie. Zing van hey, hey. Zing maar mee. Het is feest. Even met z'n allemaal! Zing van hey, zing maar mee. Het is feest. Ja, ik weet het niet, Bobby. Ik weet het. Wie heeft hier nou gewonnen? De jongens en meisjes of de papa's en de mama's? De jongens en de meisjes! Gefeliciteerd, wat een feest! Jongens en meisjes, weten jullie het nog? Toen jullie hier binnenkwamen... waren we in de kamer van Ernst en Bobby en we gingen verhuizen. We gingen alle spullen die we hadden in dozen doen. Die dozen gingen op het karretje, het karretje reed weg. En Ernst en Bobby erachteraan op de fiets naar het circus. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Wat leuk was dat, hè? Op het circusterrein hebben we alles weer in de vrachtauto gedaan en reden we naar het kasteel. Op het kasteel was er die lelijke boef die onze schat heeft gestolen. Maar gelukkig, jongens en meisjes, de boef is gevangen. En Ernst en Bobby hebben hun schat weer terug. Wat heerlijk allemaal. Nee, dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. Het is niet allemaal heerlijk, want één ding is niet zo heerlijk. We zijn namelijk nu wel aangekomen bij het einde van de Ernst en Bobby show. Ah, ja. Hé, hey, jongens en meisjes, vonden jullie het leuk? Ja! Ja, verjaardag. Hé, oké, maar wacht. Nou zeggen jullie dat jullie het leuk vinden, maar weten jullie wel. Dat Ernst en Bobby het echt super leuk vinden. Dat jullie altijd naar onze programma's kijken. En dat jullie naar onze muziek luisteren. En dat jullie hier weer allemaal vandaag waren. Dank jullie wel. Daar maken jullie ons echt helemaal blij mee. Weten jullie dat? Oh, ja toch, Bobby? Dat is mooi, Ernst. Hé, maar weet je wat? Zullen we nog gewoon één liedje zingen? Ik vraag het even. Jongens en meisjes, wat gaan we doen? Gaan we naar huis of nog een liedje? Liedje. Nog één liedje, jongens. En dan doen we een quiz... En dan vraag ik welk liedje dit is.
Helemaal goed, helemaal goed. Maar bij een echt afscheidslied, jongens en meisjes, moet je allemaal gaan staan. Ook de papa's en de mama's. Ja, leuk. En dan zwaai je met twee handen. Met twee handen, hè? En dan zing je zo hard als je kan. Ernst, Bobby en de rest. Dag allemaal. Dag allemaal. Ernst, Bobby en de rest. Toedeloe. Ernst, Bobby en de rest. Handje, kom maar. Ja, kom maar. Nee, van hun. Ernst, Bobby en de rest. Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles. Dag. Of aan speelgoed dat dankjewel steeds stuk gaat, hey, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. Dag. Ernst, Bobby en de rest. Dag, zoekkippen. Ernst, Bobby en de rest. Toedeloe. Ernst, Bobby en de rest. En ik wil nog één keer een oorverdovend applaus voor een super Soepkippen Showballet. Een Soepkippenballet. Dank jullie wel. Oh, ze zijn goed, hè? Ze zijn echt goed. Dag. Zing van hey, hey. Zing maar mee. Dag. Het is feestdag.